De tweede dag van het volksprotest begon vanmorgen aan de Havenlaan. De actievoerders wilden antwoord van de minister van Economische Zaken over de fluctuerende brandstofprijzen. Echter is de menigte uit veiligheidsoverwegingen tegengehouden door de politie om zich te begeven naar het ministerie van Economische Zaken. Minister Reshma Kuldeep Singh is de menigte wel tegemoet gelopen om de vragen te beantwoorden die de trekkers hadden. Echter was de megafoon uitgevallen, wat voor meer irritatie zorgde bij de actievoerders. De groep besloot daarom uit ontevredenheid te lopen naar de Nationale Assemblée en niet meer te luisteren naar minister Kuldeep Singh. We willen graag concreet weten op basis waarvan de brandstoftarieven worden berekend en waarom we sinds het aantreden van deze regering te maken hebben gekregen met stijgende brandstofprijzen. Ondanks dat we zelf olie produceren en ondanks dat op dit moment de wereldprijzen zijn gedropt. De mensen voeren aan dat de prijzen in de winkels te hoog zijn en die in het binnenland moorden. Hetzelfde geldt voor de brandstofprijzen. De leiders van de actie, die zich Team Organic noemen, willen niet in dialoog gaan met president Chandrika Prasad Santokhi, alvorens de eisen van hen zijn ingewilligd. Dave van Aarde, een van de trekkers, gaf aan dat de groep niet erop aandringt dat de president moet aftreden, maar dat hij zijn beloftes moet nakomen. We willen jullie alleen melden dat we hier zijn voor een vreedzaam protest. Uno de van plan voor start no een broeiaja. Reden waarom? Omdat Uno een koin conflict naar Uno ook toe. Omdat lek van Uno in viering, weten we dat ook jullie het voelen. Maar jullie staan hier in opdracht van de hogere hand. Ja, we zijn daarvan bewust en wij zorgen ervoor dat niks nog wel weer begint. Ja, we zijn vrienden van mensen toch? Bij wie ligt die bal nu? Bij de president. Hij is de leider van het land. Hij kan niet accepteren dat de vicepresident op het podium komt en mensen openlijk bedreigt. En wanneer burgers wat zeggen, dan worden zij wel opgesloten. Dat kan gewoon niet. Hij moet nou wezen dat hij werkelijk de leider is. We zijn niet hier om die man weg te halen. Tuurlijk, in die hele emotie zijn er een paar mensen die schreeuwen weg met Chan. Maar dat is niet de intentie. Don't get it twisted. En er zijn zeker een paar mensen die ook... We moeten constant mensen kalmeren. Snap je? En het is belangrijk dat men weet dat de bal ligt bij de president. Dit alles is door zijn gedrag. Je zegt A, maar je doet B. We moeten weer credibility krijgen. We moeten weer vertrouwen krijgen in deze man. En stop met vingerwijzen. Stop met vingerwijzen dat elke keer is het deze schuld en deze schuld en deze schuld. Je wist dat je een failliete staat overnam. Je wist het van tevoren. Dan moet je zeggen dat er geen geld is. Want je kan niet zeggen dat als je een failliet bedrijf overneemt, kan je ook niet verwachten dat er geld is, toch? Maar je hebt een plan om het op te, om het op te lossen. En dan moet je niet elke keer elk antwoord wegmoffelen met het is de vorige regering. Je komt niet zo goedkoper vanaf. Het laatste wat ik wil is dat deze president weggaat. De groep heeft besloten om morgen haar acties voor te zetten. En dat ze naar het regeringsgebouw zullen lopen om bij het kabinet van de president te protesteren.